Welkom bij Amsterdam Televisie op YouTube, op Facebook, op Twitter en de website amsterdamtelevisie.nl. In het jaar 2000 vroegen wij Amsterdammers wat de grenzen zijn van de Jordaan en wat hun verbondenheid is met die buurt. Dit is André en u kijkt naar Amsterdam TV. Weet u waar precies de grenzen van de Jordaan lopen? Jordaan tussen de, ik vermoed tussen de Haarlemmerdijk, vanaf de Haarlemmerdijk, tot en met, ja, de Jordanees vindt zelf dat ze Jordaan in twee delen is gedeeld. Dus er is een gedeelte van de Jordaan die vindt dat het ophoudt bij de Rozengracht. En er is een gedeelte die zegt het begint bij de Rozengracht en het eindigt bij de... Ja, dat is een beetje moeilijk te zeggen, Lauliegracht. Je hebt ook een gedeelte die zegt, het legt tussen de Brouwersgracht en de Rozengracht in. De grens van de Jordaan. Ja, die begint hierachter, achter het paleis, tot en met de Leimelsgracht. En dan vanaf de Haarlemmerhouttuinen, tot en met de Raampoort zo'n beetje, dacht ik. De grenzen van de Jordaan. Nou, in de grachtengordel zo'n beetje, denk ik. Dat is de... Dat is toch aan de... Even kijken, hierachter, de Nieuw-Zuid-Voorburgwal. Voor mij, althans. Dus de laatste gracht, zeg maar, de singel. Tot aan de Leidsestraat. Nou, niet tot aan de Leidsestraat, dat is het centrum. Het is tot aan de Roosgracht voor mij. En vanaf de Marnixstraat, ingekaderd aan de andere kant, tot aan het plein bij het Haarlemmerpoort. Nou, je zit redelijk in de buurt hoor. Er zijn nogal wat verschillende versies over. Wat wij hebben kunnen vinden, dat is dus de Brouwersgracht onevenkant, Prinsengracht evenkant, Leidsegracht, Marnixstraat, Lijnbaansgracht en dan weer de Marnixstraat. Die cirkel noemen we de Jordaan. Kom je er wel eens? Ja, ik woon er zelfs. Nee, ik woon in Almere, gelukkig. Want ik heb het helemaal gehad met Amsterdam hoor. Het is een agressieve stad geworden. Kribbelheid en dergelijke. En ik kan me daar niet zo mee. Nee, voor mij hoeft het niet meer. Ja, fietsen wel eens doorheen, ja. Ja. Maar echt om uit te gaan? Nee. Het is nieuw, maar het is veel gezelliger. Komt u wel eens op het Jordaan Festival? Ja, ik ga er nooit uit, dus ik weet het niet. Ja. Wat minder, de laatste jaren wat minder, maar het is eigenlijk meer een iets uit mijn jeugd. Dat je dus als kind zijn, dus al, dat ik helemaal zo de Palmgracht ging. En dat liep dan meestal door de Palmdwarsstraat. En ja, eigenlijk het stuk vanaf de Rozengracht richting dus, de Regulusgracht, ja, dat was eigenlijk een beetje een apart gebeuren. Maar ik weet niet of ze het zelf ook zou zien. Ik vermoed het wel. Ja, dat ken ik, ja. Dat is bij mij om de hoek. Daar heb ik ook wel eens last van, ja. Met name s'avonds als ik naar bed wil en ik moet een tentamen voorbereiden of zo, dan ja. Ja, dat ken ik, ja. Wat vind je van die buurt? De beste buurt in Amsterdam, uiteraard. Het is nog steeds heel gezellig. Ondanks het feit dat er steeds meer juppen en kantoren komen en dergelijke, waardoor je toch af en toe je s'nachts vooral het idee krijgt dat het een beetje een spookstad wordt. Maar desondanks woon ik er liever dan ergens anders in Amsterdam. Ja. Ik vind het trouwens heel Amsterdam gezellig. Ondanks dat het een beetje overspoeld wordt door de toeristen, vind ik het wel gezellig. Er is altijd wel wat te doen. Het is echt een levende stad. Ik vind de Nieuwmarktbuurt veel aparter, maar ja goed. Ik ben een beetje bevooroordeeld misschien. Nee, op zich is het een hele gezellige buurt, natuurlijk. Maar ik denk niet dat er veel van een nou ja, origine Jordaners nog wonen eigenlijk. Ja, hij is leeg, kind is weggelopen.